krapjes aan. Het was juist een kleine melding van een aanrijding. In eerste instantie kwam die best wel ernstig binnen. Het leek wel of er meerdere voertuigen op elkaar geklapt waren met gewonden. Dus 01 kreeg toestemming onderweg te gaan. Wij waren bijna in het voertuig ook met toestemming onderweg te gaan. Alleen toen zei het OC, laat maar één auto is voldoende. Want het valt gelukkig mee. Dus we waren net wel eventjes rustig die kant op gereden. En het blijkt gelukkig alleen maar een aanrijding materieel te zijn. Met waarschijnlijk 2 of 3 voertuigen. Maar de 01 gaat het afronden en wij gaan weer verder met onze surveillance. Goedemiddag. Wow. Zou ik van beide even iets van de rijbewijs mogen zien? Ik heb alleen een D-kaart. U heeft alleen een D-kaart? Nou, u wekt een beetje de aandacht omdat u afstapt, achterop gaat zitten. Dus wij... Nee. Even kijken of die meneer, ik denk nou die zal misschien geen rijbewijs hebben. Ik heb geen rijbewijs, maar... U heeft geen rijbewijs? Ik weet niet. Dan rijden ze met een rijbewijs, maar dan heb ik een probleem. Maar je reed wel. Reden? Je reed ons tegemoet. Waar reed je ons tegemoet? Ja, net. Ben je niet blind? Nou, ik weet niet waar ik over heb, maar ik wil geen discussie hebben. En waar ben je dan? Voor de zondag lezen. Maar ik pak jullie aandacht. Waarom pak ik jullie aandacht dan? Nou, omdat u in eerste instantie voor op de brommen zit. En als wij er van langs rijden, u gauw wisselt met de bestuurder. Nee, en dat is... Maar de bommen starten er niet. Ja, maar het is wel grappig. U vraagt mij wat voor ons de reden is van aandacht. Ja, dan leg ik uit en dan gaat u nee zeggen. Ik kunt dan niet in mijn hoofd kijken wat voor mij de reden is. Tuurlijk, maar die bommen starten er niet. Hij sloeg uit. Oké, ik heb gereden. Daarna zeg ik tegen haar, ga jij maar. U hoeft geen antwoord te geven op vragen die ik stel. Of u mag een raadsman raadplegen als u het graag wilt. Maar wilt u een plan afleggen waarom u rijdt zonder geldige rijbewijs? Ja, ik heb niet in de gaten lezen. Ja, wat ga je? Wat hebben we? Dus klaar zijn. Als je maar niet meer rijdt, hè? Ja, gaat niet rijden. Nee, oké. Even kijken, deze meneer reed zonder geldig rijbewijs op de brommen. En het was in die zin wel een beetje grappig, want we reden voorbij en hij keek ons al een beetje aan. Hij reed namelijk als eerste instantie als bestuurder. En toen zag Michael in zijn achteruitkijkspiegel, hey, we wisselen nu om. Nou, toen we omdraaiden zat mevrouw inderdaad achter het stuur. En in eerste instantie probeerde hij het nog te ontkennen, maar later zei hij, ja, ik heb gereden, dat is dom. Stiekem dacht ik dat dit niet de eerste keer zou zijn, tenminste dat hij gepakt was. Maar ik zie in het systeem dat het wel de eerste keer is dat hij hiervan een procesverbaal krijgt. Dus ik zit ondertussen ook even naar de telefoon te kijken om het verbaal goed verder in te vullen. Zo, we zijn inmiddels al eventjes onderweg. We hadden tussentijds ook nog even de briefing. Daar waren voor nu weinig bijzonderheden. Afgelopen tijd is in het gebied wel aardig wat reuring geweest. Heb ik ook gezien aan nieuwe beelden die ik van de collega's gehad heb. Maar daar komen we later nog eventjes op terug. Want ik vroeg me eigenlijk af, je bent nu al een tijdje, want volgens mij hebben we dat in de vorige video ook verteld, waarnemend wijkagent, als ik dat goed zeg. Ja. Hoe bevalt dat nu? Ja, goed. Ik moet nu ook echt even aan de bak, want de 2 collega's waar ik normaal gesproken mee werk, die zijn er even op uit. Dus alles komt nu op mijn bordje. Nou ja, dan merk je ineens wat een wijkagent eigenlijk allemaal aan klussen in de wijk doet. En helpt om de wijk lekker leeg te houden. Dus dat is wel echt wel leuk om te zien.
Ja. En wat valt je dan nu, nu zo'n tijdje dat het doet, wat valt het eerst op als je bij begint? Welke klussen komen het meest voor? Ja, ik weet het stiekem misschien wel, maar ik ben wel benieuwd hoe jij dat ervaart. Nou, ik moet zeggen dat wijken waar ik in zit, dat die eigenlijk best wel heel erg redzaam zijn met dingen. Dus dat ze ook wel heel veel leuke initiatieven zelf opzetten. Alleen ja, je merkt dat de burenruzietjes, dat zijn wel een beetje de standaard meldingen die je binnenkrijgt. En ja, we hebben, bij ons in de buurt hebben we best wel veel huizen die heel gehoorig zijn. Waardoor je heel veel meldingen van geluidsoverlast van andere buren krijgt. Yeah. Dus dat mensen daar eigenlijk een gesprek in willen hebben met de wijkagent, met de andere buurtbewoners. Zodat dat beter opgelost kan worden voor een later tijdstip. Dus die meldingen zie je heel veel voorbij komen. En je hebt natuurlijk gewoon de algemene meldingen. Dus de inbraken, de fietsendiefstallen. Dat is nu ook veel bij mij in de wijk bezig. Dus daar, ja, daar ben ik wat leuke projectjes aan voor het opzetten. Kijken of we daar wat boeven in kunnen vangen. En dan had ik het net nog even over dat ik inmiddels al wat leuke beelden gezien heb van de collega's eigenlijk van Utrecht-Zuid. Want een kleine sneak preview, zullen we maar even zeggen. Een tijdje geleden zijn we, Michael en een aantal collega's die op het team hadden het idee, joh, we willen toch ook wat meer doen met beelden. En corrigeer me als ik het niet goed zeg. Die wilden wat meer doen met beelden. En je hebt het misschien wel eens op het kanaal een beetje voorbij zien komen. Ook van collega's Utrecht Centrum die af en toe gave acties hebben waar we dan met beelden wat leuks kunnen doen. Maar in Zuid gaan we dat misschien nog een stapje verder doen. Met een aantal collega's, zoals ik zei, maken we dus nu weer beeld. Dan leuke dingen voorbij zien komen. En we proberen daar straks één keer in de week ook een soort Utrecht Zuid ride along-achtige video van te maken. En met alles erop en eraan, van mooie aanhoudingen tot bijzondere meldingen. En eigenlijk als het er dus in zit, toch? Ja, proberen we te kijken of dat leuk is voor de kijkers. Ik denk het wel. Ik zal hier tussen even een heel klein fragmentje al knippen. Ondertussen zijn we druk bezig met alle montage en alles klaarzetten. En ik probeer in oktober, denk ik, willen we dan online gaan. Dus ik ben heel vast. Denk ook. Goedemiddag meneer. Doet u weer zo, is iets veiliger op de weg. De reden dat ik ermee neem is, en ik heb het niet met zekerheid gezien, maar ik dacht toen u ons voorbij reed over de dreef dat u iets met de telefoon bezig was. Oh nee, een snoepje. Oké. Nou, nogmaals, ik wist het niet zeker, want het ging heel snel. Dus ik zei nog weg, volgens mij. Is u rijbewijs bij u? Zit hier in de indicatoren zitten erop, op je band. Als je normaal gesproken, als je er overheen gaat, moet je een bobbel voelen. En dan moet je de indicator daaronder voelen. Nou, dat is bij deze band is dat krapjes aan. Zoals mijn collega net al zegt... Nee, we hebben het zelf afgestemd. Je mag met deze band, tenzij je een andere opzet, niet verder rijden. Dus je kunt hem even thuis neerzetten. Word je wel rijden gezien, komt er een wok op en dan ben je nog verder benauwd. Ja? Ja, nou, ondanks dit, prettige dag verder, man. Ik wil voor de veiligheid heel even de motor willen uitzetten. En heeft u een rijbewijs bij? Mooi, meneer weet uw naam nog niet. Dat is ook wel een beetje de reden dat we even wilden kijken wat die meneer daar rondjes in de wijk aan het rijden was, zeg maar. Dus, dank u wel. Dat was hem. Nou, succes met zoeken, meneer. Hey, fijne dag. Even stoppen. De reden dat we even aan de kant houden is het vasthouden van de mobiele telefoon tijdens het fietsen. Dat is niet toegestaan. Heeft in ieder geval een bekeuring voor. Heeft een leegtemaatregel. Was het niet bekend? Is het gemakzucht of is het... Nou ja, kijk, alleen het
vasthouden, dat leek mij niet een probleem eigenlijk. Ja, sowieso voor ons is meekennen. Dit is nog wel een fijne dag. Ja, maar goed. We krijgen de melding dat Melden een erge gaslucht ruikt bij een bedrijfspand. Dus we gaan even onze neus in de wind leggen, voor zover we dat kunnen doen om te ruiken of het daadwerkelijk een gasgeur is. Ja, nee, zeker. En als het zo is, dan kan de brandweer even komen. Ja, ik denk dat we iets ruiken van bagger, dus modder, wat losgekomen is bij de bouwwerkzaamheden. En er komt dan een bepaalde geur uit. En ze zijn hier met water, zijn ze aan het pompen, dus dat het grondwater komt omhoog, ja, dan ruik je niet precies de grondlucht eigenlijk. Dit verwarren dat nog wel eens met gaslucht. Ja, ga ik even bellen. Nou, had ik net op beeld Michael had laten vertellen wat we daar hadden aangetroffen. Alleen, ik denk dat er heel veel wind is, dus voor de zekerheid doe ik het nog even. Michael heeft nog net afgemeld bij het OC. Het zijn bouwwerkzaamheden, hoe zei dat? Als dat een afgraven, komt er een bepaalde lucht vrij? Ja, als er heel veel water in de grond zit, dan wordt adem natuurlijk, krijgt een bepaalde geur. En als je dat dan weg gaat pompen, dat water, ja, dan komt die geur vrij. En dat hoor je wel vaker, dat we die meldingen krijgen bij plekken waar gegraven wordt. Dat mensen een gaslucht ruiken, alleen dat is geen gaslucht, maar dat is eigenlijk de grondlucht die ze ruiken. Ja. Ondertussen was ik even het nummer van de melder opzoeken, dus die gaan we even bellen om ons te vertellen hoe de melding is afgelopen. Ook dit jaar zijn we weer genomineerd voor de televisier. In twee categorieën zijn we als politie genomineerd. Ik ben zelf genomineerd voor de politievlogs. Maar ook het programma van Ewout met Bureau 040 is genomineerd. Dus mijn vraag aan jullie, stemmen jullie ook dit jaar weer op ons? Ik zal even in de beschrijving en in de video laten zien hoe het moet. Mijn dank alvast en dan gaan wij vast op naar de finale. Heeft nu drie kinderen onderzoeken. Melden maakt zich zorgen omdat zij een bericht heeft gekregen dat hij kindersbericht. Oh, in de kindersbericht geplaatst. De man heeft echt een kinderbericht. Hij rijdt wel vaak voor kinderbericht. Ik meld het niet verantwoordelijk. Wat stond daar voor? Maar dat was een zwarte, alleen dat kende ik nog hetzelfde. Ja, het voertuig is blijven staan, loopt nu ook elke keer een dame omheen te dartelen. Misschien dat het Attic even 24 uur in de ANPR kan zetten. Want mocht hij gaan rijden, dan plopt hij daar wel op. Er staat ook steeds een mevrouw omheen. En ze keek al een paar keer onze kant op. Ik denk of ze wil ze zien of die mevrouw gaat wel rijden. Ja. Maar daar nog 20 minuten iets aan wachten voor dit. Ja, dus wacht nog een paar minuten, maar Is goed. Ja. Succes. Doei. Ik weet niet of jullie het net in ieder geval meekregen, maar we hadden dus een een melding dat er een voertuig was waarvan de eigenaar mogelijk of niet in bezit was van een rijbewijs. Dat konden we al terugzien. En dat heeft ook met een ex te maken en met kinderen en omgangsregelingen. En nu waren de buren van deze meneer die zeiden ja, hij wilde nu met zijn kinderen, tenminste werd een kinderzitje in de auto neergezet. En dan maakte een soort van aanstalt om te gaan rijden. Ze vonden het onverantwoordelijk, aangezien meneer geen rijbewijs had. En die belde daar voor de politie. Nou, toen we in de straat reden, troffen we het voertuig aan. En stond meneer naast het voertuig. Dus we hebben nog even gepost om te kijken of we een mogelijke rijdend toch aan konden treffen. En in dit geval heeft meneer ons misschien ook wel gezien. Maar hebben hem dus niet rijdend gezien. Dus dat is een goed teken.
Het voertuig wordt nu even in de APR gezet om te kijken als die wel ergens rijdt, dan kan die gecontroleerd worden. En wij gaan nog even een en ander op papier zetten en daarmee is het rond. Hey, volgende keer zet hem even aan de kant, man. Ja? Oké, rustig aan. Goedenavond. Ja, de reden dat u aan de kant hebben is in ieder geval het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het... Het was helemaal geen dringende reden zelfs. Ik heb er dubbel spijt van. Gewoon even kijken. U bent daar niet tot antwoorden verplicht en u mag even zo'n advocaat helpen. Nou ja, daar moet ik het even mededelen. Dan weet ik het allemaal. Wilt u wat verklaren? Pardon, of ik? Wilt u iets verklaren? Nou, ik heb al mijn excuses aangeboden. Hoe je dat doet. Ik heb gezegd dat ik dat erg goed voor mezelf. Het was helemaal niet nodig zelfs. Ik weet het niet. Ja, in de woning geweest, in gesprek met alle partijen. Een deel van de betrokkenen gaat nu weg. Situatie weer rustig. Verder geen strafrechtelijke dingen gaan muteren. Ik ben vervolg.
Goedemiddag. Of goedenavond is het nog. Sorry, ja. Het is mijn rijbewijs en kenteken bij u. Ja, de reden dat ik even controleer is, volgens onze RDW-gegevens moet dit een blauwe auto zijn. Ja, klopt. Ah, zij dachten even, nou, misschien zit er wel een valse kentekenplaat op. Nee, dus ik zei dat mijn kleding is gewrapt of geverfd ofzo. Ja, is het, als het goed is, zie je het op de RDW-gegevens. Ja? Blauwe plaat, bewust. Ah. We hebben Dank je wel voor de medewerking. We zijn even van stoel gewisseld. Want je weet, die wilde ook eens even weer rijden. Het is wel even gevaarlijk, moet ik zeggen. Nou even. Waar zijn we naartoe onderweg? Oh, die gaan we de rollen ook echt op. Ja, nee, ja, tuurlijk. Nou, we krijgen een melding dat er twee crossmotors en twee scooters op schoon hebben. Want overlast veroorzaken in de wijk. Want de cross zijn dan stunten en woont hebben gebeld. Dus we gaan even naar die kant om te kijken wat we nog aan kunnen treffen. We gaan eens even kijken of we die gasten kunnen achterover trekken. Oh nee, twee motoren en een klein brommetje. Oh. Zijn al een uur lang door de wijk met geluidsoverlast. Ja. Asociaal dreiggedrag staat nu de hoogte van de brug. Dat zegt mij even niks, zeg jij dat ook? Ja, dat zegt mij wel wat. Zit de wijk net voor ons ook mee uit? We gaan dat wij met de wijkagent mee, zie ik. Die rijdt voor ons. En er was ook nog een andere eenheid die kant op gaat. Dus we zullen even kijken of we die gasten in de wijk kunnen treffen. Ja, meneer, je ziet hem een aantal proces bepalen. Zou je wel even door kunnen zetten naar zoals jullie waarschijnlijk al een beetje op beeld hadden kunnen zien, hadden we het gebied waar het mogelijk zou zijn redelijk snel mooi dicht kunnen zetten van alle kanten. De collega's troffen daar nog twee heren aan die eigenlijk daar met wat filmapparatuur stonden. En die hebben ze daarop aangesproken en die zeiden ja klopt, we hebben net met wat brommetjes en scooters en motoren en weet ik wat allemaal wat filmopnames gemaakt. Dus ze waren er wel bij betrokken, maar de motor en de scooters zijn inmiddels weg. Dus de overlast in die zin ook gestopt. En ik hoor net wel dat de wijkagent, even kijken waar die nu staat, hier, verderop. In de achterzijde zit de ingang van de woning. En de mogelijk wel twee jongens nog staan heeft, maar we gaan even kijken. Even doorpakken en dan gaan we hier op het 24 Doberplein even staan. Ik zou hem hier gewoon neerzetten. Ik zou hier gewoon stoppen. Als ze daar voorbij knallen, dan zien we ze komen. Als ze deze kant op komen, zien we ze ook. Nou, we zijn even aan het posten in verband met een inbraak in een auto. Een scootertje zou er weg zijn met twee gassen erop. Die hebben ingebroken en daar wat meegenomen. Dus we staan even op een van de routes waar we vermoedelijk dat ze langskomen, staan we te posten. Een andere auto die gaat verder op de wijk in om daar ook even te kijken. En we hopen eigenlijk die gasten nog even te treffen. Dus we gaan even kijken. We hebben in de omgeving uitgekeken en die scooter niet meer aangetroffen. De collega's die gaan nu nog even ter plaatse om daar bij het voertuig te kijken en de aangifte op te nemen van de eigenaar van het voertuig. Als er spulletjes zijn weggenomen. Voor ons houdt het nu even op. Ik denk dat het ook een beetje de laatste melding is, of niet? Ja, dat vrees ik wel. Hier wat moois. Oh nee, ik zag een brommetje, maar ik ging. 70 of 500. Ja, dit was wel een beetje jammer. Dat is het nadeel natuurlijk met de auto's en die brommetjes zijn zo makkelijk in de wijk weg. Wat we dachten, zijn natuurlijk weg op scooter. Die zit hier op. Ja, gaan we richting bureau, denk ik. Ja, dat denk ik ook. We gaan even op het administratie doen. En mocht er onderweg nog wel wat zijn, dan rijden we natuurlijk mee. Thank you.
Hier doorsteken. Ja, open doen! Openmaken nu! Nu! Openmaken! Openmaken! Ruimte komen deze kant op. Kom, We wilden eigenlijk naar het brood toe. Alleen toen kwam er nog even een melding binnen. Daar waren we eigenlijk, nou ja, zo goed als om de hoek. Ja, meneer die vanaf het balkon leusde, riep pas dat hij iemand ging vermoorden. En mensen maakten zich daar nogal aardig zorgen over, omdat hij ook met spullen stond te gooien. Contact probeerde te maken met die meneer, alleen die deed niet open. Nou, zoals jullie op de beelden mogelijk hebben kunnen zien, ging JW met zijn maatje 45 de deur te lijf. Maar de deur. Ik moet eerlijk zeggen, van buiten dacht ik, volgens mij is het een heel, hoe zeg je dat? Slap deurtje, maar dat viel vies tegen. En ik zag net aan de binnenkant, het is ook gewoon was licht metaal. Dus ja. Ja, het was ook een drinkputs sluiting. Ja, ja, ja. Dus je had flink door. Godzijdank deed hij zelf open. Je had flink door moeten schoppen. Ja, maar ja, dat hij daar wel even net iemand opgelegd heeft. Ja, nee, dat is ook de reden waarom we natuurlijk naar binnen gaan dan. Om natuurlijk te kijken, wat gebeurt er daadwerkelijk in die woning. Ja, deze meneer was zichtbaar verward, zoals we dat noemen. Die is ook al in behandeling voor dit soort psychische problemen. Alleen nu had hij allemaal dingen geroepen dat de onderbuur dacht, ja, voor hetzelfde dat hij me echt gaat vermoorden. Hij had het over de EU en allemaal een beetje complotachtige theorieën. En iedereen was corrupt, zeg maar, zei hij over. Maar hij was uiteindelijk wel heel meewerkend en rustig. Dus de situatie was veilig in de woning. Hij was ook helemaal alleen, dus hij heeft kennelijk in zichzelf staan praten. En wat wel verpand was, had gewoon een fles wijn midden in zijn woonkamer pot gooit. En hierna zagen we deuken in deuren en tafels. Dus dat geeft wel aan dat hij fysiek verbaal vooral voor zichzelf aanwezig was in ieder geval. Ja, en een grote vleesmes begreep ik op zijn bed. Ja, lag op zijn bed. Was ook heel raar. Er stond een bedje en daarnaast een computer die open stond met allerlei bijzondere websites. Alleen er lag een mes en een hamer en een soort schroefdraaier naast zijn bed. Hij zegt, dat is gewoon een gereedschapkist. Nou, dat was gewoon een beetje een bijzondere situatie hoe we dat aantroffen. Maar de crisisdienst wordt nu even contact door de collega's van de nachtdienst. En die gaan even overleggen wat er nu verder met deze meneer moet gebeuren. Zeker dat hij al in behandeling is. En zij kunnen dan oordelen van, ik kan gewoon thuis blijven of hij moet langskomen voor beoordelen of zo. Ondertussen gaan wij terug richting het bureau. We zijn inmiddels weer aan het bureau aangekomen. Wij gaan even binnen om de administratie van de dienst weg te tikken. En dan, zit het er weer op? Zit het er weer op, inderdaad. Het was wel een dienst met heel veel controles, heel veel verkeer. We hebben aardig wat bekeuringen geschreven. Ja. Het eind al even wat meldingjes inderdaad. Dus hier inderdaad aan de loop van de dag vaak wat rustig is. S'avonds al een beetje qua drukte toeneemt. Ja. De nacht is inmiddels binnen, dus willen jullie weer bedanken voor het kijken. Laten we een duimpje achter als je het niet gedaan hebt. En we moeten ze meer doen. Abonneren natuurlijk. Ja, toch weer. Opnemen die 100.000. Yes. Later. Later.
We'll be right back.